Jongens en meisjes, dames en heren, daar zijn we weer. Jawel, jawel, jawel. Vriendelijke vriendjes. Hoor je mensen die zich afvragen? Koen, ben je verbrand? Ja. En je zou je afvragen, Koen, waarom? Want het is 20 graden buiten, hoe kan je verbranden? Nou ja, ik ben dus, wit. Ik ben dusdanig wit dat ik bijna doorzichtig ben. En daarom verbrand je wel redelijk snel, kan ik je vertellen. Ik heb namelijk iets gedaan, daar gaan jullie binnenkort achterkomen op mijn Bankzij kanaal. Het is echt ongelooflijk. Ik wou dat ik het nooit gedaan had, maar ik heb het gedaan. Vandaag hebben we een fantastische video en, ik heb het niet meer een beetje aangepast, klein beetje. Ik heb namelijk nu een SBC gedaan en dit is ongelooflijk. Ik neem even een slokje, want dit is ongelooflijk fantastisch. Niemand minder dan, oh jawel, Flashback Gervinho. Hij is echt een meme. Zijn voorhoofd is groter dan het voorhoofd van Milo. Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch absoluut ongelooflijk? Zo ziet mijn team eruit. Oh, we hebben Sharon in de spit. Jawel. 3 potten mee gespeeld. 1 goal, 2 assists. Niet heel goed. Vandaag gaan we dat zeker verbeteren. Ik heb dus Neymar op de bank gezet. Ik heb Neymar op de bank gezet voor Gervinho in de plaats. Gervinho. Vind je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat op deze video de 7.500 likes kunnen halen. Want dan maak je kans op deze tube tampesta. Ja, dat tube tampesta. Fantastisch. En abonneer op mijn kanaal. We gaan bijna richting de 400k. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. Volg me dan trouwens niet op Instagram. Doe even, mijn Instagram is Koen K-O-N. Ik zit nu bijna op 200.000 volgers. Nee, is niet waar, maar nee, ook niet waar. Het is jammer, want ik kan niet zeggen dat ik ergens bijna in de buurt ben, want ik ben er niet in de buurt. Maar op Instagram wel redelijk. Als in, ik heb nu 187.000 of zo. Nou, dat kan zeker naar de 190.000. Volg me nog niet, doe zeker. Ik post leuke memes. Dan kan je lachen en dan moet je doorsturen naar een meisje of jongen waar je verliefd op bent. Dan kun je ook lachen. Dan denk je, jezus, jij hebt echt goede verstand van humor. Zo werkt dat, jongen. Zo verslind je die chickies. Dat doe ik ook altijd. Dus stuur ik altijd mijn eigen verhaal door naar mensen. Is wel waar. Hartstikke idee. Ik ben lekker aan het spelen, jongen. Moet je even zien. Oh, Gervinho. Jawel, dat is goed, hoor. Had ik door op Sure. Oh, die Sure is echt goed. Ik word gebeld. Nou, dat even niet. Wat dachten we daar? Ik word helemaal volgespamd. Dan kom ik een tijdje niet op mijn telefoon heb gezeten. Jullie komen binnenkort achter waarom. Oh, een nieuwe bank zit in de video. Ik dacht dat het Gervinho was. Dit is helemaal niet Gervinho. Dit is Sim Max Maximum. Dit is Gervinho. En Gervinho, die scoort. Jezus, wat dramatisch. Wat een slecht schot. Ik weet helemaal niet hoeveel Star Weakfoot die heeft. Maar als ik dat zo zag, zal het niet heel veel zijn. Ik zit dus heel erg te denken om die, nou ga ik echt sowieso doen. Om die Fut Birthday Gift Pack te doen. Dit is zo'n gift pack, die kan je doen. En dan kan je volgens mij een shapeshifter, een winter refresh of een Fut Birthday kaart krijgen. Heb jij hem gedaan? Heb jij hem gedaan? Laat even weten. Oh, daar is die sok. Ja, die is natuurlijk 2-benig nu. Ik word toch aangeraakt, schijt. Gele kaart, terecht. Oh, verder niks. Oké. Okay. Maar in ieder geval, Gervinho, die schiet hier de 1-0 binnen. Jawel, wat een lekker doelpunt. Wat de heck? Dat heb ik helemaal niet verwacht. Goed, wat heerlijk. Onze Gervinho. Oh, hij heeft geen gameface. Nee, hij heeft absoluut geen gameface. Samen met zijn maat, zijn maximum, 2 kleuren haar. Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch. Wat een lekker doelpunt. Zeg, ongelooflijk. Ik zat eens in een verhaal. Dat verhaal ben ik vergeten. Gervinho, wat een kaart. Heerlijk binnengeschoten. Is het nou eigenlijk een super. Oh ja, laat even achter wie jij gekregen hebt in dat packje als je die gedaan hebt. Ik ben er oprecht benieuwd naar. Ik ga hem wel doen. Maar ik ben dus een beetje bang dat ik. Ja, een hele slechte shapeshifter krijg. Of een hele slechte winterrefresh. Bernat of zo. Daar heb ik mee gespeeld. Die is slecht. Dat is echt niet te doen. Keeper! Lekker keeper. Dit is niet goed verdedigd. Maar hij staat gewoon. Gervinho is daar gewoon. Oh, dat is ook niet heel lekker gedaan. Lekker keep. Mijn vorige video was trouwens mijn 1000ste video. Nou, super speciale video. Met een lekkere sponsor erin. Nou, dat is toch echt fantastisch. Ik kwam er pas achter dat mijn 1000ste video was toen hij geüpload stond. Anders had ik natuurlijk wel iets speciaals gedaan, zoals helemaal niks. Kan mij nou schelen? Ik heb dus 1000 video's nu online staan. Dus als je nou echt verveelt tijdens de quarantaine, nou echt. Je hebt genoeg te doen. Goed. Gervinho. Nee. Gast, hij is helemaal niet heel slecht, deze tegenstander. Ja, want daar komt dan die bal naar Vidal. Oh, pak hem erin. Ja, lekker verdedigd. Goed, dat is Darmian die dat verdedigt. Darmian. Oké, zullen we even het balletje even vasthouden? Zullen we dat even doen? Oh, die sokken, wat een dramatische aanname. Dit is echt heel slecht. Ja, het kon ook niet lang goed blijven gaan. Deze tegenstander is echt niet slecht. Ik ga mijn zusje? Hoezo, wat heb ik gedaan? Nu is de oorlog. Dit is bizar. Shearer! Oh, in de handen van de keer. Hoe? Ja, maar hoe kan dit nou? Die Sierra kan alleen schieten. Ja, die is links natuurlijk. Die is zeker 3-star weak foot. Maar dit moet er toch altijd in. Die vent die kan toch alleen maar schieten. En dan... Hey. Hoe? Dat was echt onterecht als die bal erin was gegaan. Maar ja, hij ging er wel bijna in. Goeie bal op Sierra goed. Gervinho. Dorf op Sierra verre hoek. Dit meen je toch niet? Sierra jongen. Oh. Nee! Nee! Oh, maar ligt die vent nog? Ik zweer, die Sim Maximum is zo goed. Dat is echt niet normaal. Heb je nou toevallig 1,5 miljoen coins liggen? Ik geen idee zoveel kost, denk ik. Ja, ik ben pro-trainer. Ik heb een gekocht voor 1x2. Dat is nu al 1,5 zijn ongeveer. Oké, Sim Maximum. Lekker. Nee, dit is niet goed hoor, dit. Maar als je nou 1,5 miljoen hebt liggen, koop die vent. Heb je nou geen 1,5 miljoen liggen? Ga naar ikwildegoed.nl en koop te goed, zodat je 4 points kan kopen, zodat je coins krijgt. Dit meen je niet. Gaat weer zusje zeker. Zijn zusje mislukt gewoon. Tegen zo'n noob speel ik. Voor de mensen die zeggen, Koen, je bent verbrand. Je bent naar buiten gegaan. Terwijl het is, blijf thuis. Ik ben niet echt naar buiten gegaan. Ik ben gewoon in de tuin geweest. Blijf gewoon thuis, mensen. Ga niet naar parken. Ga niet naar het strand. Doe gewoon even niet. Ik zweer je, als je nu gewoon even niet doet, dan kunnen we veel eerder wel weer allemaal naar het strand en naar parken en zo. Dus blijf thuis. Zo.
Weer 10.000 euro verdiend. Nee. Goed. Tik. Gervinho, goed. Gervinho. Doeltrap. Dikke lul. Darmian, je bent niet goed. Dat is ook niet heel raar. Die is namelijk 75 reden. En voor je zus iemand die speelt met Gervinho, Darmian en Shearer. Dan ben je niet triest hoor. Oh, oké. Ziek ingevloot. Dus Sim Maximum. Oh, die is jammer, jongen. Ik zweer je, die vent is toch goed, jongen. Die Sim Maximum. Dat is echt ongelooflijk. Nee. Ja, dit is niet normaal. Weer binnenkapaal. Maar waar slaat dit op? Waarom zust hij mij? Ik ben gewoon boos. Division Rivals. Wat is dit? Ook gewoon een lang zusje. Lang zusje, man. Bizar. Ik vind dit bizar. Volgens mij zijn mijn lippen ook verbrand. Dan heb ik het deze keer niet over mijn schaamlip, maar gewoon over mijn lippen op mijn mond. Nou, daar word je ook niet vrolijk van, hè? Die Darmian loopt ook niet lekker, moet ik zeggen. Lekker van Dijk. Ja, goed. Ja, hier krijg je toch echt wat aan je... Boom! Sissoko! Nee, maar waarom legt hij nou op die Ik wil hem toch gewoon op een Gervinho. Even, ik heb die Shearer back-to-back gepakt. Dat is toch triest? Dat is toch ongelooflijk triest? Ik ga gewoon verliezen van een gast die me gesust heeft. Ik kan het niet hebben. Ik kan het niet handelen. Oh, dan net die man. Ah! Gewoon boven, man! Is goed. Hij is een pingel. Hoe is dat? Hoe? Ik word daar gewoon neergehaald. Nou ja, niet dus. Net niet. Maar wel eigenlijk. Maar Sissoko besluit gewoon van, ik ben Sissoko, ik ga niet vallen. Nou, Sissoko vond ik een lekker vallen, jongen. Dacht je daarvan? Hé, het instappen en het lukt hem gewoon. Het is te bizar voor woorden. Het is te bizar. Dan moet ik zeggen, divisie 1 is ook gewoon pittig, hè. Dat moeten mensen niet vergeten. Divisie 1 is gewoon pittig. Is goed. Nee, jongen, daar moest hij wel op die Shearer. Jongen. Moet ik ook alles zeggen wat je moet doen? Oh ja, dat moet ik, hè. Ja, want ik bestuur ze. Ja, oké, je hebt gelijk. Gervinho, bam! Lekker, 3-2, kom op! Oké. Nee, ik ga niet sussen, zo ben ik niet. Gervinho, 2 goals, dit was een goed doelpunt. Ben ik gewoon eerlijk in. Waarom ga je wel sussen, maar niet achterin rond spelen? Dat snap ik dan niet. Ga dan ook achterin rond spelen, als je dan toch een flikkertje bent. Ah, maakt hij gewoon gelijk de 4-2. Wat slaat dit nou op? Wat is dit voor vent? Zou hij mijn video's kijken, zou hij stiekem denken van... Oh, ik ben geen fan van OC2, maar van Gong. Ja, zelfs dan is dat geen reden om mij te sussen. Ben ik gewoon eerlijk in. Ik heb me gewoon altijd niks gedragen tegenover deze tegenstander. Dus het is ongelooflijk dat hij zich zo misdraagt tegenover mij. Oh, ik zie het al. Zie je het in zijn naam staan? Er staat Inder in zijn naam. Het is een FC Roelie fan. Hij is boos dat ik FC Glory belachelijk maak. Nou. Fantastisch gespeeld, die vent. Dus mijn volgende tegenstander is iets waar ik me totaal geen zorgen om maak. Hoe je kijkt, hoe die Azpilicueta met zijn tong naar die Bernat. Die Bernat, wat gebeurt mij nou? Dit vind ik leuk. Let's do this, mensen. Dit is mijn pot. Ik voel het. Ik voel het aan alles. Aan mijn hoofd met name, want die is keiheet, want ik ben verbrand. Is goed. Gervinho. Bam. Oh. Tim Maximum. Oh. Uit spel? Oh. Nee. Lekker. Daar gaat hij. Sim Maximum. Boom. Oh, sorry. Nee. Ga je me nou echt geel hiervoor geven? Nee, toch? Nee, oké, mooi. Ja, dat is een goal. Ja, ik zag het alweer aankomen, jongen. Oké, hij loopt dus de hele tijd door naar de achterlijn, moet ik even aan denken. Hij staat ook niet vrij, hoor, die vent. Gervinho, jouw man, jongen. Jongen. Dat is Özil, die is natuurlijk 5-star weakfoot nu. Goeie bal op Shearer. Shearer, die gaat met zijn rechts. Shearer is toch links? Ik ga nu even kijken of het Shearer is. Hij is rechts. Oké, Shearer is rechts. Oké, goed dat ik het weet. Daar heeft hij dus net in die vorige pot een enorme kans gemist. Dat sloeg dan nergens op, bedenk me nu. Maar oké, ik ben verkouden. Ik ben niet ziek. Ik heb hooikoorts. Keeper. Oh mijn god. Wat gebeurt daar nou? Waarom pas ik het hoog? Oké. En die bal is niet slecht. Ei. En we zijn niet blij, want ik sta 1-0 achter. Probeer een beetje doorheen te komen met Sissoko. Nee, met Gervinho. Maar dat gaat niet helemaal. Hij is ook weer niet slecht, deze tegenstander. Zoals ik zei. Oh. Niet fluiten. Nu fluit maar. Ja, oké. We staan 1-0 achter bij rust. Dit is niet goed, hoor. Dit is echt niet goed, hoor, dit. Sure. Ja, dit moet er toch in. Dit moet er in elke dag van de week, jongen. Keeper, die Gaetan, jongen. Gaetan. Wat probeer ik ook met die Shearer. Probeer een beetje te dribbelen met die Shearer. En dragbacks doen met die Shearer. Waarom? Ik heb Mbappé. Ik heb Gervinho. Nou, die is echt legend natuurlijk. Ik heb Sim Maximum. En dan ga ik proberen dragbacks doen met Shearer. Boom! Nee, scheid, jongen! Ik heb het... Hoe is dit nog geen pingel? Dit is bizar. Oh, nee. Van Dijk. Nee! Nou, dit is toch... Oh? Gervinho, met zijn link. Gervinho. Wat een wereldgoal van Gervinho. Wat een heerlijk doelpunt. Lekker zeg. Oh, kleine knee slide. Hij is echt niet slecht. Ik zweer je. Dit wordt mijn nieuwe supersub. Dit is ook, je moet een 84 squad inleveren. Nou, dat is echt helemaal niks. Nou, dat is trouwens best duur, hè. Tegenwoordig. Ik denk dat is... Nou, misschien 40.000. En dan heb je echt een goede speler. Je kan ook die S-Wine kiezen, maar ik heb het gevoel dat hij nooit echt lekker speelt. En deze speelt gewoon echt goed. Ik zweer het je. Echt lekker spelletje. Vind ik gevaarlijk. Koen, dit doe je echt heel slecht. Dit is echt een volledig terecht doel als ik dit tegenkrijg. Want dit is weer helemaal mijn eigen schuld. Ja, en dat wordt hem ook gewoon. Ja, daar komt hij. Oh, wat doe ik? Oké, lekker. Verlenging, toch? Of werkt het niet zo in Division Rivals? Wel, hè? Ja.
Nee, niet. Ik speel inmiddels 9 maanden FIFA. En ik weet nog niet dat er geen verlenging is bij Division Rivals. Mensen, Gervinho, je hebt het gezien. Goeie speler, niks mis mee. Koop hem. Vond je Gervinho leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. En als ik jullie niet zie bij de volgende video, ja, wat ben je dan aan het doen? Krijgen we wat aan je lip? Stuur hem op in. En tot ziens. Doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, een beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de mop van vandaag. Waarom mogen er niet meer dan 3 Russen over straat? Dan zijn het 4 Russen. 4 Russen, 4... Jezus Christus.